en welkom bij de webcast CSRD. Staat de lange termijn al bij u op de agenda? Binnen een paar jaar is het voor alle grote Europese ondernemingen natuurlijk van belang om die duurzaamheidsrapportage op orde te hebben. Nou, die moet je opstellen, die moet je laten controleren. Maar de geplande invoersdatum van die CSRD-richtlijnen, die verschuiven van 2023 naar 2025. Nou, welke concrete vraagstukken komen daar aan de orde? Hoe zit dat met de impactanalyse bijvoorbeeld en de to-do's rondom die wet en regelgeving? En op die hamvraag ga ik vandaag in, natuurlijk met mijn tafelgasten. Mijn naam is Marilijn Bouwmeester. Ik ben hier ook vanuit Grant Thornton met mijn gasten. Emma Verheijken, vertel eens wat over jezelf en je business practice alsjeblieft. Ja, dank Marilijn. Emma Verheijken, ik ben partner Sustainability and Impact Advisory bij Grant Thornton. En dat betekent dat wij met ons team eigenlijk allerlei organisaties, bedrijven, financiële sector, private equity, ondersteunen met duurzaamheidsstrategie. Wat jij zegt, van welke doelen hebben we nou eigenlijk, hoe gaan we die realiseren? Met het meten daarvan, dus echt het datavraagstuk, en het rapporteren daarover. En uiteindelijk natuurlijk om die duurzame transitie te maken, zodat je ook echt een stukje beter gaat doen voor de wereld. Heel goed. Sabrina, welkom. Hoi. Ja, dankjewel. Ik ben Sabrina, werkzaam als auditpartner binnen de controlepraktijk bij Grant Thornton. En ik ben me verder aan het specialiseren op het gebied van het controleren van duurzaamheidsverslagen. Dus waar Emma adviseert, controleren wij de jaarrekeningen en de verslagen. En verder volg ik ook de studie ESG Reporting and Assurance. Dus we worden op dit moment ook breder opgeleid om dit te kunnen doen. Ja. Wend ik me even naar de kijkers. We willen heel erg graag dat jullie met ons meedenken en ook praten. Dus af en toe geef ik aan jullie aan wanneer het tijd is om vragen te stellen. En ik wil eigenlijk heel graag beginnen met een poll. En die poll die, is als volgt. We gaan even het water testen waar u nu precies staat met de duurzaamheidsstrategie. Want dat is nogal een ding. We hebben vier smaken. Ben ik me nog aan het oriënteren op de mogelijkheden? Dat is één. Of misschien heb ik daarin de eerste stappen al gezet. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar het kan ook zijn dat de duurzaamheidsstrategie aan zich een losstaande strategie is waar u nog niet verder dingen aan heeft gekoppeld. En de vierde optie is, ik ga toch voor die hele holistische strategie waarin de duurzaamheidsstrategie een onderdeel uitmaakt van de integrale strategie. Dus vier dingen. Ik herhaal ze nog eventjes. We oriënteren ons op de mogelijkheden. Twee is de eerste stappen gezet. De derde is, nou ja, het is al een aardige strategie. En de vierde is dat het helemaal al is verankerd. Ik hoor graag jullie kwestie daarin. Maar in de afwachting daarvan wil ik natuurlijk eventjes wel door met het volgende item. En dat is een vraag aan jullie. Als je kijkt naar die CSRD-richtlijnen, dan vereist dat van bedrijven nogal iets. Dat ze bijvoorbeeld rapporteren over iets als CO2-uitstoot. Maar ook sociaal kapitaal wordt ook nogal eens vergeten. Impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit. En er zijn nog een aantal andere dingen. Alles bij elkaar. Even resumerend, wat is die CSRD nou ook alweer? Wat is het? Voor wie geldt het en wat is het doel? Ja. Met jou beginnen, Em. Goeie vraag. Ja, de Corporate Sustainability Reporting Directive. Daar staat de CSRD voor. Dat is een nieuwe Europese richtlijn, onderdeel van de Green Deal. Die dus vanaf 2024 en 2025 alle grote bedrijven gaat verplichten om jaarlijks te rapporteren op duurzaamheidsbeleid en ook resultaten. Dus jij noemt ook dat impact meten. Die geldt voor alle bedrijven die aan 2 van 3 criteria voldoen. 40 miljoen omzet, 20 miljoen op de balans en 250 medewerkers. Dus 2 van die 3 en dan val je in die categorie. En wat is het doel hiervan? Kijk, tot nu toe was het rapporteren over duurzaamheid eigenlijk vrijblijvend. Dus nu nog maar voor een hele kleine groep is het verplicht. Onder de NFRD, nog zo'n mooie afkorting, de voorloper van de huidige CSRD-richtlijn. En die vrijblijvendheid betekent ook dat elke onderneming het op een iets andere manier doet. Dus wat je ziet in de huidige verslagen is dat ze vaak toch onvolledig zijn. Het gaat toch vaak alleen maar over de positieve impact en niet over de negatieve. Dat ze ook niet altijd even betrouwbaar zijn. Dus data is niet altijd goed onderbouwd, niet de bronnen te traceren. En dat ze ook onvergelijkbaar zijn, omdat dus vaak heel veel verschillende ondernemingen verschillende standaarden en manieren gebruiken. En dat maakt dat het ook heel
heel ingewikkeld is voor, ja, voor beleid en voor Europa om daar beleid op te formuleren. Maar ook voor de financiële sector om eigenlijk te kijken wat is nou een goede duurzame investering. Hè? Als je meer kapitaalstromen richting die duurzame transitie... Hebben we het over dat doel? Over de doelen, ja. 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 Dus dat zijn echt wel de doelen van die regelgeving, dat dat wordt verbeterd. Zodat we dus A, meer transparantie en inzicht krijgen. B, dat je dus ook bedrijven gaat stimuleren om ook duurzame strategieontwikkeling te doen. En C, ook een belangrijke, dat er naast impact ook meer over duurzaamheidsrisico's in die verslagen komt. Dat is echt een mitigatiewedstrijd daar. Ja, dus is een bedrijf toekomstbestendig? En ja, dat zit vaak nu, ja, is dat onderbelicht in huidige verslagen. Ja, dan moet ik eigenlijk naar jou gelijk, hè? We hebben het over de controlepraktijk. Als je nu dit rijtje hoort, hè, van Emma, hoe kijk jij dan aan vanuit jouw praktijk naar die CSRD en die richtlijnen? Wat zou je, waar kijken we nu naar? Als je... Nou ja, ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is. Dat er nu ook wordt gevraagd dat de rapportages gecontroleerd gaan worden. Want de maatschappij heeft vertrouwen nodig. En vertrouwen komt als die gegevens ook betrouwbaar zijn. En hetgeen wat gerapporteerd wordt ook gecontroleerd is. Dus... De eerste enkele jaren wordt er nu gevraagd voor een beperkte mate van zekerheid. Dat is in de praktijk gelijk aan een beoordelingsverklaring. Waarbij bij een jaarrekeningcontrole een redelijke mate van zekerheid wordt afgegeven. Dus ja, ik zeg een mooie weg om ook als accountant hier een waarde aan toe te voegen. Leuk, daar komen we later ook nog even op terug, hè, over die rol. Hè, want dat vond ik ook een hele interessante. Ja. We hebben inmiddels iets over onze poll. 41% zegt, nou, we oriënteren ons op de mogelijkheden. Nou ja, dat is dan dus nog een minderheid. 34% zegt, nou, we hebben toch de eerste stappen al wel gezegd. En 2% zegt, we hebben een losstaande strategie. Dat vind ik wel een leuke, want dat ik dat niet helemaal had verwacht. Hè, maar ja, ik kan het me ook voorstellen dat dat gebeurt. En 22% zegt, nou ja, de strategie is al deels geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Wat vinden jullie van deze onderverdeling? Wat zegt dit jullie? Ja, nou, wat je gaat zien nu... en ik kan me voorstellen dat veel van de kijkers ook in de groep vallen... die wel onder de CSRD valt... maar die niet de beursgenoteerde grote multinationals zijn. En wat je ziet is dat die groep, dus echt die grote multinationals... beursgenoteerd, die doen dit al een aantal jaren. Die rapporteren ook al, dus die zijn al wat verder vooruit. En er komt nu een hele grote groep bij... Een beetje die mid-cap groep, hè, tussen de 50 en 500 miljoen familiebedrijven. Die hebben vaak wel een heleboel impliciet tussen de oren in het DNA, maar niet op papier. En ja, daar moeten nu echt wel stappen in gezet worden. En ook ja, toch de slag maken van alle projecten die lopen naar echt een strategie die inderdaad ook in lijn is met jouw je core business, je producten, die risico's waar we het over hadden. En hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik sluit me aan bij Emma. Ik denk als je die vraag een jaar geleden had gesteld, was die anders beantwoord. En ik ben wel blij om te horen dat de eerste stappen ook zijn gezet. Omdat ondernemers ook het best wel heel moeilijk vinden om vast te stellen waar ze moeten beginnen en hoe. Dus een mooie uitslag, zou ik zeggen. Ja, mooie uitslag. Bedankt voor jullie reactie hierin. Emma, ik ga naar jou, want we kijken ook naar iets wat heet het dubbele materialiteitsprincipe, om een hele mond vol te gebruiken. Hey, en daar zien we de impact eigenlijk op twee vlakken. Enerzijds zie je de impact op milieu en maatschappij. En anderzijds zie je de impact op financieel resultaat. Kun je mij uitleggen en de mensen die kijken uitleggen hoe dat precies tot elkaar verhoudt. Ja, zeker. Ja, ja, dubbele materialiteitsprincipe is eigenlijk het basisprincipe, het fundament waar die CSRD die richtlijn op voortborduurt. Het is niet volledig nieuw. Hè. Je ziet dat materialiteitsprincipe ook al in de bestaande duurzaamheidsframeworks, GRI, Integrated Reporting. Maar dat dubbele aspect is wel eigenlijk een nieuwe component. En waar dat over gaat, in basis gaat materialiteit over dat je moet sturen op en dus ook rapporteren over die zaken die het meest relevant zijn. En dat kan zijn ofwel waar je echt een grote positieve waarde toevoegt, maar ook waar je nu een hele grote negatieve impact hebt die je zou willen verminderen. En wat je ziet, even naar de huidige verslagen, is dat negatieve stuk vaak toch onderbelicht blijft. En dat de focus dan soms ook ligt op nou ja, toch wat minder materiële zaken. Dus de gerecyclede koffiekopjes, die ik altijd vaak noem, hè, de elektrische step voor het personeel. Maar de grote CO2 in de keten of de mensenrechten schendingen buiten beschouwing worden gelaten. Ook omdat die lastiger in kaart te krijgen zijn. Hè. Dus dat is niet alleen maar intentioneel. Ja, daar kunnen ze niet altijd bij. Hè? Daar kan je niet altijd bij, nee. En die dubbele materialiteit, die vraagt dus eigenlijk dat jij analyseert wat zijn
zijn nou die meest relevante thema's? Hè? Maak eens een top 10. Enerzijds inside-out, dus waar jij met jouw organisatie de grootste impact hebt op mensen en milieu. En anderzijds outside-in, dus welke ontwikkelingen in de context hebben nou een materiële impact, ook financieel, op jouw organisatie. Hè? En dan moet je dus denken aan duurzaamheidsrisico's. Waterschade, droogte, transitierisico's, zoals juridisch, de Shell case bijvoorbeeld. Maar ook kansen, nieuwe businessmodellen. En die CSRD vraagt dus ook dat jij transparant maakt hoe veerkrachtig, mooi woord, jouw businessmodel is in context van die duurzaamheidsrisico's en kansen. Dus over 5 jaar, waar sta je dan? En hoe ga je anticiperen op dat wat er op je afkomt? Ja, dat vind ik op zich, kan ik daar dan ook wel een slag maken naar jouw praktijk. Want bestaat er zoiets als dat je hier thematisch te werk zou kunnen gaan? Ja, ik denk dat dat zeker kan. En, zonder cherrypicking dan, hè? Want dat mag je niet. Ik denk wat Emma net ook zei, hè, van het is belangrijk om de top 10 thema's bijvoorbeeld vast te stellen. Ik denk dat je zelf ook misschien wel bij de top 3 kunt beginnen. Want je hebt nog voldoende tijd voordat die wetgeving eraan komt. Het gaat erom dat je nu in actie komt en alvast begint. En het team van Emma heeft ook een soort van building blocks ontwikkeld, waarbij je gefaseerd kunt een thema kunt uitwerken. Hè? En daarvan dan de risico's en kansen ook kunt vaststellen en de KPI's van kunt vaststellen. Dus ik zou zeggen, begin ergens. Begin niet al te groot, maar ga wel beginnen. Oké. Nou, dat is een hele duidelijke boodschap. Wend ik me even tot de kijkers. Als er vragen zijn, dan vernemen we die graag van jullie. Ik wil jullie eigenlijk tafelgasten even meenemen naar een interessant fragment. Paul Polman heeft recentelijk een ontzettend mooi boek geschreven. Hè? Zero, wat is het? Net positief. Het fragment is als volgt. Hij zegt in een interview van december 2021 met Handelsblad het volgende. Minder hoopvolle mensen zeggen, bedrijven zullen echt alleen veranderen als overheden dat afdwingen. Met wet en regelgeving. Bedrijven worden geleid door personen. Die moeten worden overtuigd om het goede te doen. Uiteindelijk om de grote problemen op te lossen, is ook de overheid nodig. Nou, prima. Regels moeten de mensen een beetje maken. Maar het heeft geen zin om te zeggen, die verantwoordelijkheid ligt daar. Weet je wel, niet bij mij. Maar dan als volgt. Van de mensen in het bedrijfsleven is ongeveer 20% al overtuigd. Lees de Feike Sijbersma's van deze wereld. Voormalig chemieconcernleider DSM. Hè? En de andere percentages, hij zegt 60%, dan denk ik, ik mis nog 20, maar goed. Wil wel, maar weet niet hoe. Hè? Dus dat vind ik een interessante. Die mensen denken, als ik dit doe, hè, heb ik dan concurrentienadeel? Kost het me heel veel geld? Ben ik niet te klein? Kan ik mijn hoofd wel boven water houden als ik met zo'n duurzaamheidsstrategie begin? En dat vind ik wel een mooie. En daar zou ik jullie allebei even willen vragen om dat aan te zwengelen. Dat wel willen, maar niet weten hoe. Hoe pak je dat aan binnen je strategiepraktijk? Die onrust of onzekerheid of vertrouwen te wekken, de onrust weg te nemen bij cliënten bijvoorbeeld. Ja. Ja, nou ja, en allereerst zitten natuurlijk een heleboel mooie punten in dat stuk. Hè. Dus helemaal eens, de verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven, niet bij de overheid. Maar wat er nu gebeurt met regulering, met de regelgeving, biedt natuurlijk wel een heel belangrijk kader, ook om die hoe-vraag op te gaan lossen. En in feite ook om die investeringsvraag op te lossen, want je creëert toch een soort level playing field, omdat iedereen die verantwoordingseis krijgt en iedereen daar met dezelfde standaard mee aan de slag moet gaan. Hoe gaan wij daarmee om? Wij proberen daarin eigenlijk altijd twee dingen te doen. Dus één, om dat hoe ook heel concreet te maken. Nou, Sabrina noemde het net. We hebben een soort model met verschillende building blocks die we dan langs kunnen lopen. Dat moet vooral pragmatisch, moet passen bij de business. Ja. Kunnen mensen dat building block krijgen straks? Ja, die kunnen we sturen. Oh, ja, zeker. Ja, heel mooi. Goed. En het moet bruikbaar zijn. Ja. Dus wij zeggen altijd wel, een rapport is nooit een doel op zich. Nee. Compliancy is belangrijk, maar ja, uiteindelijk is het doel dat je erop kunt gaan sturen. Ik hoor jou heel hard zeggen, ja. Nee, ja, zeker. Wil je daar iets over zeggen? Ja, ik denk dat het... Kijk, regelgeving is er ook om het proces te versnellen. Dat zag je ook bijvoorbeeld met de nieuwe wetgeving over man-vrouw verdeling in het bestuur. Ja.
dat was wel, daar werden wel stappen in gemaakt. Maar zodra de wetgeving kwam, ging het sneller. En hetzelfde hebben we hier nu ook. Dus het is eigenlijk wel mooi om te zien dat de CSRD-richtlijn, conceptrichtlijn is aangekondigd. En wat voor acties er allemaal genomen zijn in de maatschappij hierover. Ja, mag ik daar nog een aanvulling op doen? Want wat denk ik ook een belangrijk is, want dat kostenaspect, dat horen wij ook heel veel. Hè? Ja. Dus we hebben een business, we hebben flinterdunne marges. Hoe moeten we dit gaan financieren? En dat is eigenlijk meer de strategische component die we altijd meenemen bij klanten. Is om het gesprek daarover te voeren. Hè? Van wat levert het je ook op aan strategische waarde als je dat doet? Maar vooral ook, wat zijn de kosten als je het niet gaat doen? En wat we nu natuurlijk steeds meer zien, kijk, de wetgeving is één component, maar je ziet dat ook bedrijven steeds meer in tenders en aanbestedingen duurzaamheidseisen krijgen. Ja. Als je dan niks kan laten zien, dan ga je die niet meer winnen. Dat andere klanten leveranciers om. Anderzijds, en dat is ook wel mijn aanvulling, ik kan me ook heel erg voorstellen dat met tenders en aanbestedingen, dat voor heel veel mensen dat ook heel abstract blijft. Ja, dat is denk ik zo. En het ligt natuurlijk een beetje aan je business waar voor jou de drivers zitten. Medewerkers is natuurlijk ook één wat je steeds meer hoort. En een van onze klanten die geeft nu aan dat 80% van de sollicitanten naar hun duurzaamheidsbeleid vraagt. En dat is ook wel eens mensen daardoor toch kiezen om dat niet te doen, omdat ze het onvoldoende vinden. Dus dat zijn natuurlijk ook wel zaken die heel erg gaan over jouw toekomstbestendigheid. Ja, we hebben een vraag. Mag ik die aan jou stellen? Ja. Annemieke zegt, ik stel de vraag wat jullie ervaring is en advies ten aanzien van het vastleggen van dit onderwerp binnen een RVC. Governance, hè? Dus hoort de rapportageverplichting bij de Auditco, Remco of de gehele RVC? En wat is jullie idee, ervaring hierover ten aanzien van middelgrote bedrijven? Je ziet inderdaad nu wel een tendens dat, ook op RVC-niveau deskundigheid nodig is op het gebied van duurzaamheid. Om die rapportages te kunnen beoordelen en om richting te kunnen geven en de bestuurders te kunnen beoordelen, moet je natuurlijk wel gewoon weten welke kant we opgaan. Je ziet nu wel dat er kritisch ook wordt gekeken naar het profiel van een RVC. En ik denk zeker dat de rapportages ook gedeeld moeten worden. Ja, maar zij vraagt ook specifiek, hoort de rapportageverplichting bij de Outco, Remco of gehele RVC? Ik zou zeggen gehele RVC. Ja, dat zou ik ook zeggen. En, Annemieke, de gehele RVC. Ja, ook omdat het aan zoveel onderdelen van de business raakt. Ja. Dus je ziet ook wel RVC's besturen die een duurzaamheidspersoon aanwijzen. Dat kan ook, hè. Dan maak je iemand eigenaar ervan. Maar anderzijds, het gaat over jouw financiële toekomstbestendigheid ook. Het gaat over je risico's, het gaat over je mensen, het gaat over je keten. Het moet gedeeld eigenaarschap zijn. Ja, het is een breed onderwerp. Ja. Ja. Oké. Goed, ik hoop dat we je vraag hebben kunnen beantwoorden. Dan ga ik weer even naar jou, Sabrina. Wat voor adviezen kun jij geven ten aanzien van die rapportagekant? Nou, ik denk dat het van belang is dat ondernemers naast zeg maar, het bedenken van de strategie en het vaststellen van de KPI's, dat ze ook gaan denken over de interne organisatie daaromheen. Hè? Dus dat ze gaan vaststellen, oké, hoe gaan we de KPI's meten? Wie gaat dat doen? Welke systemen gaan we daarvoor gebruiken? Dus dat is de basis om vast te stellen of de data betrouwbaar is om uiteindelijk je rapportage te gaan schrijven. Oké. Ja. Mochten er vragen zijn, horen we ze graag. Ik neem een ander fragment. Tenzij jij nog iets wilt aanvullen op wat Sabrina net zei. Misschien nog één ding dus over die rapportage en ook de rol van de accountant. Wat we nu gaan zien, en goed, die controle, dat duurt nog wel even. Hè? Dus dat is 2025, 2026. Ja. Is dat daar die data en de datakwaliteit natuurlijk heel belangrijk is, maar dat er ook straks gekeken gaat worden naar bepaalde tekstclaims. En dat is een interessante, want als je kijkt ook nu naar huidige verslagen, zie je daar heel vaak in staan. Nou, wij zijn de beste hierin of we zijn heel groot geworden hierin. En als je dat vanuit de controle, en vul me aan als ik gekke dingen zeg, maar als je dat vanuit de controleperspectief bekijkt, dan zul je dat soort claims, tekstclaims, zoals het dan heet, moeten gaan onderbouwen. Want daar moet dan bewijs voor zijn. Ja. Dus dat is wel echt een omslag in de huidige vorm van rapporteren. We hebben een vraag. Ja, we hebben helemaal geen duurzaamheidsmanager. Dan nu? Wie moet er betrokken zijn? Dat vraagt Suzanne. Ja. Om die CSRD te gaan implementeren überhaupt. Ja.
Ja, hele goede vraag en hele logische vraag. Ik denk een vraag waar nu heel veel organisaties mee, die uitdaging mee hebben. Wij raden eigenlijk altijd aan om hier sowieso een multidisciplinair team bij te betrekken. En wie dat dan is, dat is een beetje organisatieafhankelijk. Maar toch ook iemand van finance, een controller, CFO. Sowieso directie moet ook betrokken zijn natuurlijk bij de strategische beslissingen die daarin zitten. Marketing communicatie kan daar een goed onderdeel van zijn. Iemand van HR. Iemand van inkoop, als je een belangrijke keteninkoop hebt. Dat vind ik wel een hele mooie trouwens. Sorry dat ik je in de reden val. Marketing communicatie daarbij te betrekken. Ja. Want die storytelling en die content en het naar buiten brengen van wat je doet daaromheen. Niet alleen de rapportagekant en de verplichting, maar ook zonder het hele greenwashing verhaal. Want dat hangt er gewoon ook omheen. Ja. Om daar een goede transparante communicatiestrategie om te plooien is een heel verstandig idee. Zeker, want uiteindelijk gaat het er natuurlijk over dat al jouw stakeholders, van je financiers tot je medewerkers, tot je klanten, tot de maatschappij zelf, in dat verslag een goed begrip krijgen van wie jij bent, wie jouw organisatie is en waar je waarde creëert in de maatschappij en waar je die vernietigt en wat je daaraan doet, wat je beleid daarop is. Ja. Dus daar is communicatie ook een belangrijk aspect. Om hier nog even één op aan te vullen. Het is mooi om te zien dat klanten dan ook een multidisciplinair team hebben. Maar wij hebben dat ook vanuit de controle. Wij hebben ook specialisten nodig op het gebied van biodiversiteit. En om dat nog even te benoemen. We hebben vanochtend ook een persbericht uitgebracht dat wij twee acquisities hebben gedaan op het gebied van sustainability en impact. Nou, gefeliciteerd moet ik dan zeggen. Ja, dankjewel. Ja. En die kennis is uitermate van belang om uiteindelijk ook de cijfers te kunnen controleren en de richting waar een onderneming naartoe gaat. Ja, ja, en de uitspraken die ze maken. Ja, en heel gezond ook om dat in je eigen practice te implementeren. Ja. Ja, en misschien nog één aanvulling, want terwijl ik het zeg, denk ik, dat kan ook best wel weer heftig klinken van een team met 6 mensen of 8 mensen en die moeten daar tijd voor maken. Begin ook klein en start met een groepje van 3 mensen die dat gaan trekken en gaandeweg ga je ook wel merken wie je daar verder bij nodig hebt. Dus laat je niet in de analysis paralysis, volgens mij gebruik jij dat als Marilijn, schieten. Ja. Maar begin ergens en dan ga je dat gefaseerd wel uitbouwen. Oké. Okay. Suzanne, dat was een uitgebreid antwoord. Ik hoop dat we jouw vraag hebben beantwoord. We hebben nog een kijkersvraag. Dus ik zeg, schiet lekker door. Angelique vraagt, hoe voorkom je nou dat CSRD het doel wordt? Weet je wel? Oh, we hebben weer wat. Oh, racen, jongens. Ja. En dat je niet het middel, dat je het beleid, dat je toch wel zegt van, ja, maar wacht even. Het gaat over dat holistische, weet je. Het gaat niet alleen om dat ding. Het moet in zijn volledigheid worden bekeken. Ja. Ja, we hebben het eigenlijk altijd over de combinatie compliance versus purpose. En dat is een hele belangrijke, als je mij vraagt, om op de agenda te houden. Dus wat ik net ook zei, compliance aan zich, daar wordt ook, daar worden niet zo heel veel mensen enthousiast van. En uiteindelijk is het doel ook van die richtlijn dat je met je bedrijf bij gaat dragen eigenlijk aan een betere wereld. Ja. Dus zet dat doel ook voorop en ga daar met elkaar intern over in gesprek. Van welke rol willen wij ook innemen? Willen we eigenlijk een duurzame koploper worden of niet? En daar zit niet per se goed of fout in. Maar start vanuit dat en start vanuit je doelen. En dat stuk compliance, dat zou erop moeten volgen. Ja, want dan wil ik eigenlijk even dat gelijk aan jou vragen, die vraag die ik had bewaard voor later, maar die wil ik, omdat ik hem nu goed vind, passen aan je stellen. Het doel op zich. Want daar word jij, denk ik, in jouw praktijk ook de hele tijd mee geconfronteerd. Van dat moet gecontroleerd. En hoe zit dat in elkaar? Wat zou je adviseren met betrekking tot die rapportages? Ook hier, en dan zeg je, het is één doel. Maar ik kan me voorstellen dat daar meerdere componenten aan zitten. Hè? Ja, de rol van de Accountant. Precies. Ja, precies. Nee, om daar eerst even de context van aan te geven. De rol van de accountants is om de verantwoording die de ondernemer in zijn jaarverslag aflegt, om dat te controleren. Maar ik denk dat het doel niet per se compliance zou moeten zijn, maar juist het bijdragen aan een gezonde wereld. En dat ondernemers nu in actie komen en dat ze de juiste stappen gaan nemen. Maar dat ze ook een goede verhouding houden tussen het goede, waar ze goede impact op maken, en het negatieve, om daar dan
om daar dan acties te ondernemen hoe ze dat kunnen mitigeren. Ja, okay. En het controleren van jaarverslagen, wat Emma net ook zei, dat staat later op de agenda. En nu staat er op de agenda hoe we het gezamenlijk gaan opvolgen. Heel goed. Oké. Okay. Angelique, ik hoop dat dit jouw vraag in een wat breder context heeft beantwoord. Ik neem jullie weer even mee naar een fragment waarin ik jullie even kort jullie reactie vraag. Op 25 april meldde Change Inc. Dat Milieudefensie toch wel ziet dat Shell nog steeds te weinig doet. En Shell moet in 2030 45% minder CO2 uitstoten. Nou goed, dan in 2019. Dus dat is nogal een aardige opgave. Gebeurt dat niet, dan leidt dat natuurlijk tot aansprakelijkheidsrisico's. Het hoger beroep is 2023. Ja, dat is natuurlijk wel echt een zaak die heel veel mensen bezighoudt. Ja. En daar zit één ding wat heel vaak naar voren komt. Dat is geld, belang, stakeholder versus shareholder. En dan gewoon ook in de gezonde balans van je moet ook winst maken om het goed te kunnen doen, maar je moet ook, hè, want ik heb jou ooit eens horen zeggen, weet je, hallo, wat heb je aan een planeet als je het niet meer doet als je heel veel geld hebt, weet je dat? Maar hoe kijk jij aan tegen het stakeholder versus aandeelhoudersbelang in dit soort kwesties? Ja, het is een super interessante casus. Hè? En zeker vanuit dat stakeholderperspectief. Vooral omdat deze zaak uiteindelijk is gewonnen op basis van zorgplicht. De zorgplicht van Shell als bedrijf voor mensen. En vooral ook voor toekomstige generaties. En wij spreken ook wel eens daarbinnen niet alleen over stakeholders, maar ook nog over rights holders. Dus uiteindelijk die future generations die ook rechten hebben op een leefbare planeet, om het zo maar te zeggen. Maar wat je natuurlijk ziet is dat vanuit shareholderbelang kijk je natuurlijk toch vaak heel erg naar die korte termijn. Dus korte termijn winsten. En daar zit natuurlijk een enorm spanningsveld op. En daar moeten we wel met elkaar een beter gesprek over gaan voeren. En wat deze zaak wel in gang heeft gezet is dat het echt een precedent heeft geschept voor hoe we naar bedrijven kijken. Maar er komt nu ook nog weer nieuwe wet en regelgeving aan. De CSDDD, de Corporate Sustainability niet in paniek, Due Diligence Directive. Ik gooi me toch even in. Ja, ook vanaf 24 geen paniek meer zijn, hè? Nee. Okay. En daar zit ook weer een stukje uitbreiding in van die zorgplicht van bedrijven. En wordt ook nog gesproken over of daar mogelijk ook een persoonlijke aansprakelijkheid van de CEO in terecht gaat komen. Nou, dat gaat natuurlijk nog wel echt een stuk verder. Nou, hoe kijk jij daarnaar? Nou, wat er ook mooi aan was, is zeg maar dat de accountant van Shell een key audit matter heeft opgenomen over die lange termijn doelstelling. En het is wel wat je nu met name ook in de praktijk ziet, hè, wat de maatschappij wil, is hoe ziet het er over 5 à 10 jaar uit? En niet meer die korte termijn. De korte termijn is meer resultaatgericht en lange termijn is lange termijn waardecreatie. Ja. Dus ook vanuit onze branche, accountancybranche, zie je ook natuurlijk een soort van tendens dat ook op jaarrekeningen en jaarverslagen de focus met name ligt ook op het milieuaspect, het sociale aspect, governance. Ja, duidelijk. Mag ik daar nog één ding aan toevoegen? Ja, een klein dingetje. Tom heeft een vraag en die staat al een tijdje in de wacht. Tom, we zijn zo bij. Wat je nu gaat zien steeds meer is mijn verwachting dat die shareholder value en die stakeholder value ook bij elkaar gaan komen. Omdat dus ook de financiële profit, de winst, steeds meer af gaat hangen van hoe bedrijven omgaan met hun andere stakeholders. Dus als ze het niet goed doen voor hun personeel of in de keten of voor de planeet, dan gaat dat ook drukken op de winsten uiteindelijk. Dus raakt dat weer die shareholder. Dus ja, dat gaat bij elkaar komen, maar dat is niet morgen gereed. Dus daar gaan we nog wel wat tijd voor nodig hebben. Dan hadden we hier niet aan tafel gezeten, denk ik. Ja. Oké, okay. Dankjewel. Tom, ik lees de vraag even voor. Bedrijven als Shell wordt een verplichting opgelegd in verlaging van carbon footprint. In 2030 moeten we als Nederland zijn 55% in footprint dalen. Verwacht men dat dit soort targets ook worden toegepast op het middenbedrijf? Ja, een hele goede vraag. Mijn verwachting is van wel. Ja, dus wat je gaat zien in die CSRD is dat daar allereerst een verplichting in zit, even technisch, om je CO2 scope 1, 2 en 3 te meten. Dus dat betekent ook de CO2-uitstoot in jouw keten. Zowel upstream, dus in je productie, als downstream gebruik van jouw product bij de klanten.
En daarnaast om jouw CO2-reductie in lijn te brengen met de Parijse klimaatdoelstellingen. Dus dat is die 55% in 2030. En dat is nu nog voor die grote bedrijven, maar ja, mijn verwachting is dat dat daar niet op zal houden. Ja. Nee. Hey, en overgaande naar jezelf min of meer, laten we zeggen, vastklikken, hè, op dat duurzame beleid. Sabrina, wat betekent jezelf committen eigenlijk? Ik kom ook naar jou daar zo voor, maar hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat je het wilt en niet dat je het per definitie moet. En dat je de urgentie er zelf ook van inziet. En zodra je dat ook hebt, gaat het proces ook wat soepeler. Want dan kom je zelf ook met creatieve ideeën hoe je bepaalde CO2-reducties kunt realiseren. En een goede invulling kunt geven aan de ESG-elementen van de CSRD. Dus het is echt toch wel van belang dat je een intrinsieke motivatie hebt om uiteindelijk je duurzaamheidsstrategie... Ja. Vast te klikken. Ja, en dan target en strategie, hè? Dan kijk ik even naar jou. Ja. Ja, wat je sowieso nu ziet de afgelopen jaren, maar dat komt nu in een stroomversnelling, is dat er steeds meer gevraagd wordt dat een bedrijf ook duidelijk maakt, transparant maakt, welke positie je inneemt in het veld, in de wereld eigenlijk. Dus waar je accountable, vind ik dat een mooi woord, waar je verantwoordelijk voor wilt zijn. Vanuit die CSRD komen er in die strategie wel een aantal handvatten eigenlijk die je daar goed in kunt gebruiken. Hè? Dus jij noemt er al eentje, dus het gaat niet alleen over klimaat, het gaat over E, environment, S, social, maar ook je governance. Dus eigenlijk die drie sporen moeten daarin terugkomen. Maar ook het stuk targets. Dus wat je nu nog heel vaak ziet, is dat bedrijven rapporteren over mijn CO2 in 2020 was X. Maar dat getal aan zich zegt natuurlijk niet zoveel. En vanuit de CSRD wordt dus ook gevraagd dat je op al jouw belangrijke thema's midden- en lange termijn doelstellingen formuleert. Dus waar staan wij in 2030 op dat thema? En dat je je baseline, dus laat zien waar je vandaan komt. Zodat die voortgang... is wel heel belangrijk, dus je eikpunten. Ja, precies. Ja. Zodat je die voortgang ook kunt duiden. Hè? Dus zijn we dan inderdaad met elkaar goed genoeg op weg daar naartoe? Ja. Dus dat is belangrijk. En dat stuk keten noemde ik ook al even en passant. Dat is ook een heel belangrijk element in die strategie onder de CSRD. Dus dat je ook laat zien hoe jij omgaat met die ketenpartners. Dus heb jij zicht op wie je ketenpartners zijn überhaupt? Heb je zicht op of daar misstanden gebeuren, negatieve impact? En hoe ga je daar dan mee om? Nou, dat vind ik een interessante. Mag ik een kijkersvraag stellen? En dan wil ik of wil je eerst even... Ja, ik wil even reageren op Emma. Want wat je ook in de praktijk ziet, is dat de targets wel vast worden gesteld, maar weer herzien worden. Ja. Dus het is ook van belang dat als je een target niet hebt behaald, dat niet per definitie je norm fout is, maar dat je ook in je verslag meldt dat over 5 jaar dat je je norm weer gaat herevalueren en heroverwegen. Ja. Dus dat maakt het wat makkelijker om zaken vergelijkbaar te houden. Ja. Oké. Ik heb een vraag van Andy. Dank je wel. Dit vind ik ook wel een beetje in de ketenverantwoordelijkheid passen. Hij zegt nou... wij betrekken sustainability in ons onboardingproces. Wat zou het argument zijn indien de sustainability checks negatief uitpakken om toch onze supplier te onboarden? Onboarding, wat hij hier niet bedoelt, is dus het onboarden van je personeel. Nee, hè? We hebben het over het onboarden van je... Ja. Ja, nee, dus dat zie je steeds meer. Ik denk ook dat dat heel zinvol is. En er kunnen natuurlijk verschillende redenen zijn dat een supplier misschien niet aan al jouw criteria voldoet, maar dat je toch met ze in zee gaat. Ja. En dat kan zijn dat je ziet dat zij wel potentieel en bereid zijn om te verbeteren. Dus dat je eigenlijk dat gesprek met hen aangaat. Engagement noemen we dat ook wel. Dat je daar misschien nog afspraken over maakt. Hè. Dus in de komende 5 jaar verwachten we dan wel dat je hier naartoe gaat. Ja. En je mag je verwachtingen uitspreken. Ja, ja, zeker. Okay. Het kan natuurlijk ook dat het een kleinere supplier is. En we werken ook wel met bedrijven die 50.000 leveranciers hebben. En we zien daar dat er dan toch vaak nu gekozen wordt om bijvoorbeeld de top 20% in grootte, om die aan die checks en balances daar helemaal doorheen te halen. En in de kleinere groep, nou, dat nog even te parkeren. Of daar over een aantal jaar mee aan de slag te gaan. Dat vind ik een interessante voor jou, die kleinere groep. Daar heb jij ook, denk ik, ook een adviesrol. Ja, en de adviesrol voor die kleinere groep is natuurlijk ook om daarin ook weer te evalueren. Wat zijn nou de elementen waarop ze dus negatief impact hebben? Ja.
En hoe we daar en in hoeverre dat afwijkt van je eigen strategie en doelen waar je heen wilt. Ja, ja. Want hij zegt ook, ik vind hem niet meer terug. Hij zei net ook van, wat doe ik nou met, gaat dat iets voor mijn reputatie betekenen? Voor je reputatie als inkoper? Nou ja, als bedrijf die dus iemand wel wil onboarden die niet de hele tijd door die checks komt. Ja. Ja, dat is nu nog best een moeilijke vraag om te beantwoorden. Wat ik zeker weet is dat de bar, in het goed Nederlands, de drempel, wat we goed genoeg vinden, de norm, dat die gaat verschuiven. Die gaat steeds hoger worden. Dat is mijn verwachting. Als je nu in die CSRD-tekst kijkt, dan staat daar nu nog niet expliciet in dat je van al je leveranciers kwantitatieve informatie moet opleveren. Dus daar zit nog wel een stuk grijs gebied tussen. Er zit ook een overgangsperiode in. En uiteindelijk is die CSRD vooral een transparantierichtlijn. Het is niet zozeer een norm, het is een transparantierichtlijn. Dus het vraagt jou om transparant te maken wat je doet. Dat kan ook zijn, ik haal ze niet door die checklist heen. Nou, ja. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk wel al jouw stakeholders die informatie tot zich gaan nemen en daar een oordeel over gaan vormen. Dus ja, wat het met je reputatie doet, als al jouw peers daar de norm hoger hebben gelegd, ja, dan heb je daar natuurlijk wel een risico. Ja. Oké. Wat wil jij daar? Nee, ik sluit me aan bij Emma. Ik denk dat de peer pressure natuurlijk ook best wel een belangrijk aspect is, wat niet alleen bij suppliers, maar ook in andere relevante stakeholders speelt. Ja, medewerkers. Ja. Ja. En als misschien een vraag van hele andere aard, maar zou je een paar voorbeelden kunnen noemen van duurzaamheidsrisico's en kansen? Ik denk dat dat nog wel een interessant is hier, hè? Omdat we toch dat hele spectrum bekijken. Of het nou gaat om het verbinden van die ketenpartners. Kan ik me zo voorstellen dat daar een soort van lijst is van, oh ja, hier moet je aan denken. Ja. Kijk eens hier. Ja, ja zeker. Nou, als je kijkt naar die risico's, dan worden die eigenlijk grofweg onderverdeeld in fysieke risico's. Ja. Die hangen echt samen met veranderende weerspatronen. Dus dan moet je denken aan overstromingen, hitte, droogte, dat soort zaken. Nou, de overstromingen afgelopen zomer in het zuiden van het land. Ja, had je daar een warehouse staan, dan heb je een probleem. Heb jij een fabriek in de delta van Bangladesh, dan krijg je echt een probleem de komende jaren, omdat het waterpeil daar stijgt. De boeren, de droogte is nu weer een heel droog seizoen geweest. Ja, dat is een heel duidelijk klimaatrisico. Ja. De andere tak, dat zijn zogenaamde transitierisico's. En die hangen samen met de transitie van de economie, zoals dat dan zo mooi heet, waar we nu in zitten. Dus dat kan zijn op beleid. Hè? Nou, wat de CSRD kan een transitierisico zijn als je daar niet tijdig op anticipeert. Juridische risico's, de Shell-zaak noemden we al even. Kosten, denk aan belasting op CO2 die er mogelijk gaat komen, wat een groot risico kan zijn. Reputatie, markt, veranderend vraag en aanbod. Dus dat zijn zaken waar je aan kan denken. En een belangrijke stap ook in aanloop naar die CSRD, die ook gewoon nu al voor je strategie die wij aanraden, is om daar gewoon eens een analyse op te doen. Hè? En dat hoeft niet helemaal in een model, begin gewoon eens met in kaart te brengen. Als we naar de business kijken, waar zijn we afhankelijk van? En waar zien we dan risico's ontstaan? En hoe groot zijn ze? En hoe groot is de kans dat ze optreden? Precies. Kijk je naar de kansen, om die nog even af te maken. Ik wil ook jouw kansen horen, hoor. Ja. Ja, dan heb je natuurlijk ook heel veel kansen voor nieuwe businessmodellen. Hè? Verschuivend klantsentiment waar je op in kunt spelen. Positionering, financieringsvoordelen. Een mooi voorbeeld die ik altijd noem is Friesland Lease. Leasemaatschappij, ook gewoon auto's. Ja. Een aantal jaar geleden een van de eerste die op de fietsen is gesprongen. Toen een beetje weggelachen ook in het veld. En nu marktleider, 10% van de omzet en groeiende. En alle Uber Eats, thuisbezorgd fietsen komen uit hun stal. Dus ja, dat is natuurlijk een heel mooie business opportunity vanuit die duurzaamheid. Maar geef je nu de kijkers mee van toon die lef en durf het? Ja, want dat zijn soms natuurlijk wel hele moedige beslissingen die je dan moet nemen, hè, tegen de norm in. Ja. Ja, wat ik nog wou aanvullen is qua kansen. Wat wij met name bij het grote MKB vaak zien, is dat ze, als ze bijvoorbeeld financiering aangaan, dat je dan nog een bepaalde korting kunt krijgen op je rentepercentage. Hè? Maar ook medewerkers, die vragen ook wat meer transparantie op het gebied van duurzaamheid. En als je dat niet hebt, dan kun je zo een gekwalificeerd medewerker verliezen. Ja. Je hebt natuurlijk ook branches waar je natuurlijk nu tekort hebt aan medewerkers. Dus het zal jammer zijn als je voor de lange termijn waarde wilt creëren, dat je dan nu deze kansen mist. Dus het is echt wel van belang om te kijken weer naar de topthema's
en naar de kansen en risico's. Nou, dan komen we toch weer op dat thematisch werken terecht. Ja. Dat blijft wel. Ik bedoel, jij hebt het ook echt nodig. En terecht ook, hè, dat je zegt dat blokken. De blokken waarin je werkt, de building blocks. Ik denk ook zeker voor een groot MKB. Volledig in de werkmodus het grootste gedeelte van de tijd. Dat soort handvatten heel handig zijn. Ja. Ik maak even een sprongetje naar de klanten. Een aantal klanten van Grant Thornton hebben wij gevraagd om de kijkers vandaag. Mochten jullie nog vragen hebben, hè, stel ze. Toch wat tips mee te geven. Dus, en dan gaan we daar eens nog wel eventjes over babbelen wat ze zeggen. Ja. Ik ben benieuwd. Laten we even kijken. Nou ja, wat ik belangrijk vind, wat wij hebben geleerd in ons proces de afgelopen jaren, is dat je vooral niet te snel moet lopen. Je moet tevreden zijn met wat je hebt en daarover te focussen, daarop te focussen. Gestructureerd te werk gaan. En waar het om gaat is dat we met z'n allen de wereld willen veranderen. En dat veranderen we niet overmorgen, dus daar kun je ook gewoon de tijd voor nemen. Waardoor je het gestructureerde en professionele kan aanpakken. En dat is eigenlijk onze belangrijkste les geweest. Dus mijn advies is, ga aan de slag. Maak het ook leuk voor iedereen. Betrek iedereen erbij binnen je onderneming. En kijk waar je uitkomt. Dus veel succes daarmee. We zijn 2 jaar geleden begonnen met onze CSR-doelstelling dat we het halveren van onze milieu-impact en de 2 miljoen mensen verder helpen in de samenleving. Mijn tip zou zijn voor CSR-reporting is begin met die stip op de horizon, onze halveren van milieu-impact en 2 miljoen mensen verder helpen in de samenleving. En vanaf daar kan je verder gaan uitbouwen, dus de datakwaliteit wordt beter, want ook toen wij begonnen was die data nooit perfect. Het is nooit perfect ook. En als er dan dingen gebeuren bij stakeholders, bijvoorbeeld investeerders vragen een Sustainability Link Bond van ons, de CSRD reporting komt eraan, dan ben je al begonnen. Dus dat scheelt heel erg in het werk, want je kan verder bouwen in plaats van dat je opeens verrast wordt met oh, hoe moet het eigenlijk en nu moet het perfect. Dus ik zou zeggen, begin gewoon en vanuit daar kan je verder bouwen naar het beter maken van je doelen of het beter maken van je data. En wij zitten met Unea midden in een omslag naar sturen op waarde. We hebben inmiddels een waardecreatiemodel en we hebben interviews gedaan met onze omgeving. Dus we weten nu wat onze waarde is, maar dat is nog op papier. En op dit moment zijn we bezig om te kijken van sturen wij er ook echt op? En daar komt mijn tip aan jullie. Blijf dicht bij je eigen strategische visie en koers en kijk hoe dat matcht met de waarde die je wil en kan maken. Als je dat doet, dan hou je het behapbaar en praktisch en dan snappen de medewerkers ook wat sturen op waarde is en blijft het niet zo'n vaag begrip. Heel concreet hebben wij bijvoorbeeld een verschillenanalyse gemaakt tussen waar we nu op sturen en de impact die we maken. En dat is echt meteen een eye-opener en dan kan je ook kiezen als bedrijf waar je wel en niet op gaat sturen en waar je op in wil zetten als eerste. En wat je misschien op een later moment gaat doen. Ik vind het ontzettend leuk als ik Marjolein hoor zeggen je waarde als driver. Ik vind het interessant, want daardoor geeft ze eigenlijk de ondernemers ook de tip van hoe dichter je bij jezelf blijft in een dergelijke uitrol van een duurzaamheidsstrategie, hoe makkelijker het eigenlijk voor jezelf is, omdat je die discrepanties ziet. Sluiten jullie je aan bij wat zij zegt? Kom je dat ook zo tegen? Doen mensen dat al? Ja, zeker. En wat ik altijd een mooi voorbeeld vind, is, je hebt de Sustainable Development Goals. Hè? Ik denk dat veel ook kijkers die wel kennen, 17 werelddoelen eigenlijk die we op willen lossen, die zie je ook veel gebruikt in duurzaamheidsstrategieën en rapportage. Leg het even uit aan de kijkers, die doelen, want dat is de VN, dat zijn de VN. Ja, de VN Sustainable Development Goals, 17 doelen, eigenlijk de grootste 17 uitdagingen ter wereld. Hè? Van een einde aan de armoede tot schoon drinkwater. Tot schoon drinkwater en klimaatproblemen oplossen. En die willen we voor 2030 opgelost hebben. Nou, je ziet veel bedrijven die ook gebruiken
in duurzaamheidsstrategie. En je ziet ook nog wel eens bedrijven die dan alle 17 doelen willen oplossen. En ja, dat is op zich een mooie ambitie, maar het is heel veel. En de vraag is of dan de link met jouw bedrijf, model, nog logisch genoeg is. Ja. En ik denk wat je haar ook hoort zeggen, mensen snappen het ook. Dus dat is natuurlijk intern enorm belangrijk als iedereen ook begrijpt wat zijn onze doelen, waarom zijn dat de doelen en hoe kan ik persoonlijk ook bijdragen, want dan gaat het ook veel meer leven. Ja. Waar ging jij, werd jij blij van in deze ondernemerstips? Ik werd er blij van dat er ook werd gezegd dat je gewoon moet beginnen. En neem die onrust even weg en ga er gewoon voor zitten. En pak je thema en ga dat langs. Want het is nooit perfect. Het is gewoon een proces waar je blijft leren, waar fouten zullen gemaakt worden. Voor het leven. Ja, en gaandeweg kom je er wel. Maar waar ik me ook bij aansluit, is dat het in het eerste jaar nooit perfect zal zijn. Nou, dat is misschien nog goed om even te benadrukken. Want dat in het eerste jaar nooit perfect zal zijn. Ja, misschien wel nooit. En Marloes van Vodafone Ziggo die noemt dat ook van de data. We hebben het eigenlijk nog niet zo heel veel over de data gehad, dit drie kwartier. Daar ligt voor veel bedrijven een enorme uitdaging. En wat wij merken is dat het doorgaans toch echt wel een cyclus of twee kost voordat je überhaupt data hebt waar je wat mee kan, even plat gezegd. En daarin is ook dat begin gewoon zo'n belangrijk advies, want je moet ook starten en je moet eerst een rondje door voordat je erachter komt wat werkt, wat meet, wat je eigenlijk wil weten, waar je data vandaan kunt krijgen uit het systeem binnen je organisatie of extern, hoe je daaraan komt, wie de eigenaar is, nou dat soort zaken. Ja, en eigenlijk volgens mij voordat je dat doet, kun je pas gaan denken over koppelingen en andere complexiteiten. Ja. Dan begint het analyseren pas. Dus je moet eerst gewoon echt goed kijken naar de inrichting en hoe je het wilt meten, voordat je daarover gaat rapporteren. Ja, want kan je daar een advies over geven? Over de rapportage? Ja, het is goed om te weten voor de kijkers ook dat er al voorbeelden van rapportages beschikbaar zijn. En ook per branche. Dat is altijd handig. Ja, dat zijn best practices die nu dan vanuit de multinationals al beschikbaar zijn. Dus mocht je een bepaalde thema hebben, pak er een jaarverslag bij en kijk wat er over wordt gerapporteerd. Dat geeft je al enige inzichten in hoe bedrijven daarover rapporteren, wat de diepgang is, et cetera. Ja, die diepgang, hè? Want wat jij al terecht zei aan het begin, van het is niet meer het kartonnen koffiebeker. Nee. Die diepgang is waar we naar zoeken. Hier. Zeker. En het feit dat we nu nog niet een definitieve CSRD-richtlijn of CSRD-wetgeving is, maakt ook een beetje, zorgt ook ervoor dat bedrijven niet weten wat nu de definitieve criteria gaan zijn en worden. Dus voor nu zou ik denken, oriënteer je even op hetgeen wat al beschikbaar is. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Er zijn al verslagen beschikbaar. En neem daar kennis van. Oh, fijn. Ja. Ik wil heel even naar een kijkersvraag. Ja. En ik vond het een leuke vraag. Hij komt van Jeroen. Die zegt, nou, weet je, ik ben helemaal niet nog zo groot, hè, als de bedrijven waar het hier om gaat. Mijn bedrijf denkt erover na deel te nemen aan het CSRD. Het is een klein bedrijf met ongeveer 40 medewerkers. Hoe kan ik dit het beste implementeren? Ja. Kan dat überhaupt als ik zo klein ben, zeg ik dan? Zeker, ja, 100%. Ja. Nee, en hartstikke mooi, hè? Want nogmaals, ja, jouw impact op de wereld die houdt natuurlijk niet op bij de grens van een bepaalde miljoenen omzet. Hoe kan je dat implementeren? Ja, in feite dezelfde stappen. Alleen kan ik me voorstellen dat je het iets meer lean en mean maakt. Dus stap 1, materialiteitsanalyse, hè, die thema's. Stap 2, doelstellingen. Wat willen we daarop bereiken en hoe gaan we dat doen, strategie? Stap 3, echt dat meetstuk. Dus welke KPI's heb ik dan nodig? En wat is mijn datastrategie om dat jaarlijks te gaan toetsen? Hey, en ik kan me voorstellen, hè? Jij zei net terecht van er zijn al wat formats. Hè? Je kunt kijken hoe diep bepaalde analyses gaan of hoe diep de rapportage is. Ja. Is er vanuit jullie advisory practice ook een soort guideline beschikbaar voor mensen als Jeroen die zeggen van nou joh, hey, help eens. Ja, we hebben een whitepaper ontwikkeld, ook met een soort 8-stappenplan. Hoe implementeer je dat nu? Dus die kunnen we ook zeker nasturen aan de kijkers.
Misschien goed toch nog even over dat meten, als het in de tijd past, om te benoemen dat er nu nog wordt gewerkt aan een rapportagestandaard. Dus daar refereert Sabrina ook even aan. Ja. Vanuit Europa, die heet de ESRS, om er nog maar eens een afkorting in te gooien. En in die standaard komen ook hele specifieke KPI's waar bedrijven straks op moeten gaan rapporteren. Dat is een deel, dat is sectoragnostisch, dus dat is gewoon generiek voor iedereen. Een deel is sectorspecifiek, dus er komen ook nog per sector bepaalde KPI's om op te rapporteren. En daarnaast kun je nog een entiteitsspecifiek stukje toevoegen. Dus wat is echt specifiek voor jouw onderneming? En daar zijn al wat concepten van. Dus het is ook best nuttig om daar eens een kijkje in te nemen. Want dan zie je ook bijvoorbeeld over je eigen workforce. Wat zit daar nu in al? Hè? Waar wordt aan gedacht waar je straks op moet gaan rapporteren? Ja, dat zijn best wel ook uitgebreide rapportages. Dus ik zou ook de boodschap mee willen geven van focus echt alleen op één onderwerp en ga ze niet allemaal gelijk doornemen. De thema's. Ja, en ik vond het ook een mooie vraag. Hè? Ik heb maar 40 medewerkers, maar ik wil wel. Ja. En, dat is een beetje de Paul Polman wil wel, kan niet, wat nu? Ja, wat en, doen, ja, en mijn complimenten aan Jeroen dat hij wel, zeg maar, zichzelf aan het denken zet en zijn onderneming. Ja. Heel goed, ja. Oké. Okay. Leuk om even te kijken ook, denk ik, nu naar een fragment van jullie collega's uit de practice. Ja. Ze hebben ook een aantal adviezen opgenomen. En ik vind dat er ook wel weer een paar tussen zitten die nog heel even het bespreken waard zijn. Dus laten we snel even gaan kijken. Duurzaamheid is best wel een breed begrip. En wat ik dan eigenlijk wel zie bij bedrijven is dat ze daar een beetje bang worden van. Hè, alles wat onder duurzaamheid valt, moet ik daar dan wat mee? Het goede nieuws is, dat hoeft zeker niet. Dus je hebt heel belangrijk om te focussen op onderwerpen die nou echt relevant en omvangrijk zijn voor jouw organisatie. En dat soort materiële onderwerpen, dat kun je eigenlijk herleiden door twee vragen te stellen. 1. Wat zijn nou duurzaamheidsthema's die spelen die mijn organisatie heel erg raken? Denk bijvoorbeeld de hoge energieprijzen van het moment of beperkte beschikbaarheid van grondstoffen. En 2. Wat voor invloed heb jij met je organisatie op mens en milieu? Het kan gaan om de arbeidsomstandigheden in de keten of de CO2-uitstoot van je producten. Nou, eigenlijk als je de antwoorden verzamelt op deze twee vragen, dan heb je de perfecte start om te gaan sturen op duurzaamheid. Ik zie regelmatig ondernemingen enthousiast beginnen met duurzaamheid, maar op een gegeven moment vastlopen als de energie minder wordt en er structuur ontbreekt. Mijn tip is om even tijd te nemen om te bedenken wat er voor jou toe doet. Wij helpen vaak ondernemers bij het bepalen van waar je echt impact kan maken. Hierdoor krijg je focus en kan je doorpakken op die punten die er toe doen. Mijn tip voor organisaties die aan de slag willen met duurzaamheid is: laat het vooral niet slechts een verplichting zijn, maar laat het iets goeds zijn, iets inspirerends, iets vreugdevols wat je doet. Het toewerken naar een positieve toekomst voor de planeet, voor je bedrijf, voor de samenleving. In elke sector zijn er wel pioniers te vinden die inspirerend zijn, die jou kunnen helpen om die positieve toekomstvisie te formuleren. En zo'n positieve toekomstvisie is ook wat jouw medewerkers of je collega's zal inspireren om mee te doen, want daar wil iedereen aan bijdragen. Maar wees daarbij ook niet bang voor de wat moeilijkere onderwerpen. De dingen waar je organisatie misschien wel wat radicaler in zal moeten veranderen. Mijn advies voor organisaties die echt met verduurzaming aan de slag willen gaan is: maak het een strategisch onderwerp. Duurzaamheid is voor veel bedrijven lang iets voor erbij geweest. Een aantal mooie initiatieven, gerecyclede koffiekopjes op kantoor, een stagiair die er een project van heeft gekregen. Maar die tijd is echt voorbij. Vandaag de dag gaat duurzaamheid echt over strategische kansen en ook over serieuze risico's. En duurzaamheid komt ook op verschillende plekken in je organisatie terug. Het zit in productontwikkeling, in een keten, het zit in je toekomstig HR-beleid, in risicomanagement, in kostenallocatie. Oftewel echt een strategisch onderwerp. Het gaat in toenemende mate bepalen of jij als organisatie in de toekomst nog relevant bent. Of jij nog een serieuze speler bent en blijft in jouw sector. En daarom zou ik ook verwachten dat het onderwerp ook op dat niveau, op strategisch niveau, wordt behandeld. Dus misschien toch tijd voor die Chief Sustainability Officer. Heel veel succes. Ik vind het heel leuk ook om te horen van jullie collega's dat ze zeggen dat rolmodel.
Dat vind ik persoonlijk een interessante. Ik heb ooit het boek van Semler gelezen. Vooruitstrevend, visionair. Nou, er zijn heel veel voorbeelden te noemen. Ja. Het kan heel far-fetched zijn. Hè? Het ligt ver weg. Als we hier nou eens naar kijken, naar een rolmodel. Hebben jullie dan een rolmodel? Bedoel je dan een bedrijf dat het al heel goed doet? Ja, het kan een bedrijf zijn, maar het kan ook iemand zijn die heel geëngageerd op een thema zit. Ik noem maar iets, inclusiviteit. Een ander sustainability aspect. Nou, ik heb een aantal maanden terug de film Beyond Zero gezien. Als je hem niet gezien hebt, is dat echt een kijkerstip. En die gaat over Interface. Interface, de tapijttegelfabrikant... Is ook wel een beetje op het schild gezet als een van de duurzame koplopers. Maar die film gaat echt over dat ondernemersverhaal. Dus van de DGA, die op een gegeven moment een boek las over duurzaamheid en dacht, wat zijn we aan het doen? Ik moet dit, per morgen moet ik het anders gaan doen. En eigenlijk tegen alle barrières in, dat hele bedrijf heeft omgeturnd. En op een gegeven moment komt er een passage dat ze bijna alles al duurzaam hebben gemaakt, maar dat het nylon, dat ze daarin dan in de hele sector ook zeggen, nee, dat kan niet. Nylon duurzaam maken, dat bestaat niet. Dat is er gewoon niet. Onmogelijk is onmogelijk. Ja, en vervolgens beginnen zij dus een soort eigen R&D-lab, waarin ze dus duurzaam geproduceerde nylon hebben gemaakt. En nu hebben ze hun nieuwste innovatie, is een tapijttegel die CO2 uit de lucht haalt. Maar zeker op die vraag van hoe dan, want niet iedereen hoeft een duurzame koploper te maken, dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar zo'n verhaal zet wel heel erg aan denken intern, en dat hoor je Annemieke natuurlijk ook zeggen, van hey, waar zit onze nylon en wat willen we daar eigenlijk mee en wat kunnen we daarmee? Ja, dat is eigenlijk, iedereen heeft eigenlijk zijn eigen nylon. Ja. Dat is echt interessant om daar eens naar te kijken voor bedrijven. En jij? Ja, vanuit de rapportagekant wat ik de kijkers mee wil geven is dat wij met name kijken naar een balans tussen positieve en negatieve elementen die terugkomen in je verantwoording dan wel in je rapportage. En een mooi voorbeeld daarvan is DSM. DSM neemt in haar jaarverslag altijd een pagina op over People, Planet, Profit, wat er mis is gegaan. En ook in de verantwoording heb je lef nodig om dat soort zaken te rapporteren. Ja, dus enerzijds als ondernemer om in actie te komen om je negatieve impact om te slaan in positief. Ja. Maar anderzijds ook in je verantwoording, in je rapportage, zou die ondernemer ook wel lef moeten hebben om te kunnen tonen, wat heb ik nou goed gedaan het afgelopen jaar en wat kan beter? Ja, en ik hoop dat we over een paar jaar ook dit gesprek niet meer hoeven voeren. En dat het eigenlijk, als je dan een verslag ziet waar alleen maar dat positief in staat, dat je dan ook eigenlijk automatisch denkt van hé, ik mis hier een deel van het verhaal. Ja, het gaat om het eerlijke verhaal erachter. Ja. Ja. Oké, kunnen we dan afsluiten met de combinatie? Een strategie heeft nodig, maak deze zin verder af, positieve en negatieve feedback eigenlijk. Hè? Vanuit jezelf, vanuit je partners. Je moet wat kunnen hebben, hè? Want dat is lastig. Hoge bomen vangen veel wind. Hè? Je moet kritisch durven kijken. Kritisch durven kijken. Ja. Wat hebben we nou nog meer gehoord vandaag? Begin gewoon. Begin klein en bouw het uit. Ja. Denk mijn belangrijkste. Doelstellingen, hè? En ook daarvoor die inspiratie. Dus Marloes zei dat ook van Vodafone Ziggo. Maar zet die stip op de horizon en doe dat ook samen. Toch die materialiteit. Dus focus op die zaak. Als je maar 3 dingen mag kiezen, laat het dan de dingen zijn waar je de grootste impact kunt maken. En pak het dan ook door op de interne organisatie, want daar kom ik dan weer bij. om dat ook gewoon goed vorm te geven voor 1 van die doelen, zodat je voor 1 thema in ieder geval weet hoe ziet het begin eruit en hoe ziet het eind eruit. Ja. En wat ik heel belangrijk vind ook naar jouw praktijk, want daar hebben wij het eerder samen al over gehad. Jij komt niet langs, hè, met je clipboard en je rode potlood. Nee. Dat is de traditionele accountant inderdaad. Ik hoor het mensen denken van, dan komt die vrouw straks met de rode potlood. Nee. Wat ik net ook probeerde aan te kaarten is zeg maar, accountants worden breed opgeleid. Hè? Al dan niet is het dan op het gebied van duurzaamheid, maar ook artificial intelligence. Hè? Als we ook gewoon naar onze praktijk kijken. Dus de accountant van de future is niet de accountant van de past, hè? Noem ik dan maar even. En als ik ook naar mezelf kijk, ik ben mezelf ook aan het specialiseren. Ik volg die opleiding. Ik ben aangesloten bij andere comité's. Hè? Bij Purpose Accounting Collective, waar ik ook met andere ondernemers aan tafel zit. Waar we het over hebben, over lange waardecreatie hebben. Dus je moet je kennis ook vandaan halen. En ik denk dat het belangrijk is, ook voor onze klanten en de kijkers hier, dat te delen en met elkaar in gesprek te gaan. Want dat is echt de eerste stap. Dat begin hebben wij gemaakt, hè? Ja.
Het lijkt me ook een goede om mij af te sluiten. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor vandaag, voor het inspirerende gesprek. Kijkers ook heel hartelijk dank voor jullie gerichte aandacht en de vragen die wij hebben gekregen. Voor jullie, belangrijk om te weten, op de website van Grant Thornton is een speciale pagina ingericht waar je alles kunt vinden over die duurzame strategie. En waar de rapportage ook gebundeld is. Dus er is een interessant whitepaper, waar Emma het eerder ook al even over had. Met de 8 stappen om aan de slag te gaan. De building blocks worden eventueel nog nagestuurd op verzoek. En er zijn ook 2 interessante podcasts over dit onderwerp. Weten jullie toevallig welke collega's daarbij betrokken zijn? Is dat Advisory Practice en de afdeling van Sabrina? Nee, dat is nu met mijn praktijk. Okay. En met ook een van onze klanten, Trivium Packaging, die ook hun verhaal daarin vertelt. Oké, dus weer een praktijkcase. Ja. Heel goed. Voor Groot MKB Nederland hartstikke bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer bij Grant Thornton. Tot ziens!